Ik schrijf er veel over, ik laat nooit foto's zien. Vandaag wel, dit zijn Jasper en Sterre. En dit is net zaterdag genomen, want ze hebben eindelijk een spinner gehad, alle twee. Het is een ongelofelijke rage. Maar als je heel goed kijkt, zie je ook nog bij de rechterarm van Jasper en bij de rechterarm van Sterre, en ik heb hem even uitgezoomd, zie je ook nog steeds het bandje van Into the Great Wide Open. Dus ze zijn daar in augustus geweest, Festival van Vlieland. En ik heb hem nu ook, hè. Hij gaat niet meer af, hè. Het blijft ook een jaar zitten. Misschien kunnen ze dit jaar in augustus wel weer mee naar binnen, dat weet ik niet precies. Misschien een ander kleurtje. In ieder geval, ik was dit jaar niet mee naar Into the Great Wide Open. Bauke, mijn vrouw, is met gegaan. Maar het deed mij wel denken, die camping Stortemelk, dat is een hele grote camping daar. En dat zit zo heel erg in de duinen. En dat deed me wel even denken aan de volgende anekdote. En dat was namelijk dat ik een paar weken voordat ik... Er komen jeugdherinneringen bij Anke naar voren, dat is niet normaal. Maar dat deed me wel denken dat ik toen een paar weken voordat we... Hè, dat zij toen naar Vlieland zijn geweest, zijn wij ook met z'n vier op vakantie geweest. Hè? Bauke, Jasper, Sterre en ik. En we waren in Noord-Frankrijk op een camping, een grote tent. En op een gegeven moment waren Bauke en Sterre, die waren even weg. En toen zat ik met Jasper, ik zat even wat te lezen, hij zat in het gras. En wij zaten aan ons campingtafeltje. Hè, ook herinneringen natuurlijk. Hè. En wij hebben eigenlijk... Hè, we hebben precies dit campingtafeltje. Het enige verschil is dat bij ons staan er op al die vier pootjes staan getalletjes van 1 tot en met 9. Nou, Bauke en Sterre waren even weg. Ik zat lekker te lezen. En op een gegeven moment zei Jasper tegen mij: papa, de tafel staat niet goed. En ik keek zo even naar dat tafeltje en hij was hartstikke recht. En ik ben een metafoor aan het vertellen, dus dat staat voor rechtmatige zorg of dienstverlening. En dat tafeltje, ik voelde nog even aan, het was ook betrouwbare dienstverlening. En toch zei Jasper tegen mij: papa, het tafeltje staat niet goed. En ik vroeg dus aan Jasper: Jasper, waarom vind je dat het tafeltje niet goed staat? En Jasper zei toen: nou papa, 2 van de pootjes staan op 4 en 2 van de pootjes staan op 3. En dat is willekeur, en dan krijgen we jurisprudentie en precedentenwerking en dat moet allemaal niet hebben, en vakantie en dit en dat en zo. Want ik dacht toen, maar dit is eigenlijk wat er steeds gebeurt als we gesprekken hebben over gelijke gevallen, ongelijke gevallen, gelijk. Want dan schieten we altijd in zo'n kramp van willekeur. En toen dacht ik, dit is eigenlijk wel een soort metafoor. Hè, dat als je het hebt over verandering en innovatie, die dat eigenlijk mooi kenschetst. Want we komen uit een tijd, en daar is het managementdenken als het ware ontwikkeld, waarin het productieachtige processen waren, waarin het hele spelletje gelijkheid was. Dus als we een productje willen maken, we willen die optimale kwaliteit hebben, dan specificeren van tevoren de oplossing. En dan gaan we vervolgens eigenlijk er alles aan doen, zodat in het echt ook het uiteindelijke product zo dicht mogelijk bij die oplossing zit. Dus de specifieke productspecificaties, dat zijn het ultieme antwoord, de ultieme oplossing. En als je dat vertaalt naar, wij spreken de metafoor van de campingtafel, dan zou je kunnen zeggen dat wanneer je op een stabiele en rechte ondergrond, zeg, met een groep als dit, zo'n 100 campingtafeltjes zou moeten neerzetten, dan is even de vraag van hoe doe je dat dan op zo'n manier dat het dus inderdaad recht en stevig is, maar ook nog dat dat effectief en efficiënt gebeurt. Nou, dan is het besturingsmodel heel simpel. En dat is namelijk centraliseren van de oplossing. En dan kun je rustig 1 iemand vragen om op een podium te gaan staan. Dat zou ik kunnen zijn. En dan zouden we eigenlijk kunnen zeggen: oké, we hebben 100 tafeltjes. Iedereen pakt 1 poot. En dan tel ik af. 3, 2, 1. Oké, zet op 7. En dan zijn jullie de uitvoerders. Dat betekent dat jullie niet zelf gaan nadenken. Je hebt geen professionele opvatting of zo. Dat is alleen maar onhandig. Maar je doet wat de centrale oplossing je voorschrijft. En op het moment dat iedereen dat dan doet, en iedereen doet dat braaf, dan hebben we in een mum van tijd 100 tafeltjes staan op een manier dat het recht en stevig is. Toch? Welke vorm van toezicht hoort daar dan bij? Dan ga je kijken of mensen zich aan de norm gehouden hebben. En iedere keer dat iemand zich niet aan de norm gehouden heeft, dan is dat per definitie kwaliteitsverlies, dus dan word je een beetje pissig. En iedere keer dat iedereen zich aan de norm gehouden heeft netjes, dan zeg je: ja, je hebt het goed gedaan. Maar nu komen we eigenlijk op heel veel plekken erachter. En dat zien we in de wetgeving terugkomen met de omgevingsvergunning, met het passend onderwijs, met de keukentafelgesprekken in het beginsel, met de decentralisaties. Dat als wij de hele tijd de wereld blijven beschouwen als allemaal gelijke gevallen en we gaan daar gelijke regelingen voor tegenover zetten, dat we dan hele verkeerde dienstverlening krijgen. En dat die juist helemaal niet rechtmatig en helemaal niet betrouwbaar is. Want we komen erachter dat in het echt, en klas vol met kinderen, dat is helemaal geen rechte ondervloed. Het is een hobbelveldje. Het ene kind is, ondanks dat hij 6 is, al wat verder met lezen dan het andere.
En in de zorgdomein komen we er ook achter dat uiteindelijk, hè, ja, we kunnen het wel heel simpel in een indicatie vooraf schieten. Maar ja, de ene week is toch de andere week niet. Het is toch weer een hobbelveldje. En dan wordt de vraag, oké, maar hoe ga je nou een ruimte, een camping zoals Stortemelk, zeker voor wie er geweest is, in de duinen gebouwd. Hoe ga je daar nou 100 tafeltjes neerzetten waarvan je nog steeds zegt, ja maar jongens, we willen wel dat ze recht staan. Het moet wel rechtmatige zorg en dienstverlening zijn. Of we willen wel dat het betrouwbaar blijft, want daar is in beginsel niks mis mee. En we willen ook nog dat het effectief gebeurt, daar is ook niks mis mee. En dat het efficiënt gebeurt, want daar is ook niet zoveel mis mee. Alleen, wat betekent dat voor de besturing? Nou, dan is in ieder geval het allerstomste wat je kunt doen, één iemand voor de groep zeggen en roepen zeven en tegen de rest zeggen, jullie zijn uitvoerders, vindt er niks van en voer de centrale oplossing uit. Maar dat is de logica waarin we wel met elkaar het managementspel ontwikkeld hebben. Waarin we ook groot zijn geworden. In plaats daarvan gaat het dan dus niet meer om het van tevoren definiëren van de centrale oplossing, maar gaat het erom te kijken wat mensen in de praktijk nodig hebben om daar het oplossend vermogen te ontwikkelen om tot die goede oplossing te komen. En dat betekent dat je ermee begint dat je dus niet met elkaar gaat sturen op de poten en de specifieke normen, maar dat je met elkaar gaat praten over het tafelblad en wat willen we eigenlijk met dat tafeltje. En als je dan tot de conclusie komt dat die rechter stevig wil zijn, en je kunt er ook een kikkerbaan van maken, dan gaat het erom dat je daar vandaan naar mensen op een gegeven moment zegt, nou, we willen dit ongeveer met dat tafeltje. En ga nou in die praktijk kijken of er een kuiltje of een bultje zit en los het op. Het moet daar in die praktijk gebeuren. En als je daar nou een soort van een patroon onderzoekt, dan zou je kunnen zeggen dat het niveau van die tafelpoten, dat is eigenlijk een soort van wat je kent van de letter van de wet ten opzichte van de geest van de wet. Het begint vaak met de geest, dat is een soort van bedoeling. Maar ja, die is een beetje moeilijk grijpbaar. En wat doen we dan? Dan gaan we die heel erg zwart-wit maken. Dan gaan we heel duidelijk maken, dit is het letterlijk protocol, dit is de instructie, dit is het stappenplan, dit is de specifieke norm. En dat kan best helpend zijn. Alleen, er zit ook een risico in. Nou, dat risico, dat is eigenlijk die metafoor van het campingtafeltje, maar die zou ik willen vervatten in één zin. En dat is dat door iemand verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van de letter, van het protocol of van de specifieke norm, ontsla je die persoon tegelijkertijd van het nemen van verantwoordelijkheid voor het in vervulling brengen van de geest. Dus door mensen verantwoordelijk te maken voor het uitvoeren van de letter, dat klinkt lekker concreet, grijpbaar en pakbaar, maar ontsla je mensen van het nadenken over de bedoeling. En het nemen van verantwoordelijkheid voor oplossingen zoals die in de context passend zijn. Vanuit dat wat we met elkaar met dat tafelblad willen. En dat vertalen we eigenlijk in het boek Verdraaide Organisatie, dat ik samen met Marius Buiting, een vriend van mij, heb geschreven. In twee simpele plaatjes, die natuurlijk veel te simpel zijn voor de werkelijkheid, maar het kan helpen om daarin wat patronen zichtbaar te maken. Dat we eigenlijk zeggen, ja, veel van de organiseervraagstukken, zowel naar de leerlingen, de cliënten, de bewoners, de burgers, et zo toe, maar ook in de organisatie, als we het over organisatieverandering hebben, heeft te maken met het simpele geven dat we met campingveldjes te maken hebben, met hobbelveldjes, waarin de ene klant de andere klant niet is, de ene wijk de andere wijk, de ene regio de andere regio niet is, de ene professional de andere niet, het ene team de andere niet, en de ene organisatie ook de andere niet. Dus ergens is het vraagstuk van, oké, hoe gaan wij mensen in staat stellen, want dat is de bedoeling van organiseren, om met elkaar goede waarden te creëren. En dan zeggen we, hebben lastig is dat we niet alleen met die twee mensen te maken, maar met heel veel van die mensen. En daar moeten we iets mee, want dingen gaan niet vanzelf goed. Dus de vraag is dan, hoe gaan we daar sturing in geven? En dan is het lastige, dat we bij wijze van spreken door dat we zo lang geschoold zijn in het total quality management denken, en alles vanuit dat productielogica, al het Amerikaanse daarin is overgewaaid, dat we eigenlijk ongelooflijk geleerd hebben om met elkaar te zeggen, die leefwereld die krijg je in controle op het moment dat je de vraagstukken daaruit haalt en systematiseert. Dus eigenlijk zwart-wit maakt. Eigenlijk vertaald naar de letter der dingen. En dan zeggen wij, of denken we, op het moment dat we dan die systeemwereld met elkaar maar afmaken en iedereen in de leefwereld die gedraagt zich naar die oplossing van de systeemwereld, dat noemen we een uitrollen en implementeren of draagvlak krijgen, dan komt het goed, dan kom je uit bij de bedoeling. En daarmee zit er een soort denken dat van buiten naar binnen loopt, waarvan wij zeggen, ja, maar als je met hobbelveldjes te maken hebt, dan kan dat gewoon in beginsel niet.
Dan gaat het er steeds weer om dat je met elkaar begint bij dat tafelblad. Waar is het voor bedoeld? Wat willen we ermee? Dat je vervolgens dan in die leefwereld gaat kijken, wat hebben de mensen die daar dichtbij staan en de enige mensen die dus kunnen zien wat daar nodig is, zelf nodig om daar antwoord op te geven? En wat kunnen we dan doen om ze een beetje te helpen dat ze er niet alleen voor staan? En daarin blijft die systeemwereld fantastisch. Daar hebben we ongelooflijk veel van nodig. Het feit dat als het ware die systeemwereld en die bedoeling er is, dat maakt er namelijk voor dat iedereen in de praktijk ook een beetje in een spanning staat. Een spanning tussen aan de ene kant, wat was het vraagstuk, hè, welke waarden moeten gecreëerd worden? En aan de andere kant, wat is daar allemaal over afgesproken? En dan is het lastige dat we bij spreken als mensen ook wel gevoelig zijn voor het houvast van die systeemwereld. Want hè, dat zeven is ook wel lekker duidelijk. Het protocol geeft ook wel lekker veel houvast. Of de risico-inventarisatie, als je het sheetje maar hebt ingevuld, dan heb je weer een krulletje verdiend. Etcetera, etcetera, etcetera. Het is ook wel veiligheid. Het is ook wel een soort van gevoel van houvast dat je met elkaar hebt. En daarom ja, lijkt het er dan soms op dat we met elkaar bezig zijn om die systeemwereld helemaal af te maken. En als we dan het jaargesprek weer gevoerd hebben en het schabloontje netjes hebben ingeleverd bij HR, dan hebben we het weer goed gedaan. En andersom, de sturing gaat erover dat de hogere manager bij wijze van spreken in het systeem kijkt. Welke operationele managers hebben nog niet 80% van hun formats ingevuld. En dan krijg je een klein mailtje waarin staat, let erop, we hadden 95% van je formats afgesproken. Dat je 95% van de gesprekken moest voeren. Maar wat daarmee gebeurt, is dat als het ware bij de leidinggevende die verantwoordelijk is om dat leerklimaat te creëren, het verhaal ontstaat, het is vooral belangrijk dat jij tijdig en netjes je systeem vult. En de vraag over, ja, maar wat maakt eigenlijk dat mensen leren en hoe ga je daar antwoord aan geven, die verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Mensen vinden systemen aantrekkelijk en in het volgende filmpje wordt pijnlijk duidelijk hoe dat soms een beetje kan leiden tot wat niet helpt. Het is een kort filmpje van een Amerikaanse voetbalwedstrijd. Ik laat hem twee keer zien, niet omdat je niet de eerste keer de clue al zult doorhebben, maar omdat het een leuk filmpje is om twee keer te laten zien. En nog een keer, nou weet je op wie je moet letten. Sinds het verschijnen van het boek Vertrouwde Organisaties zijn we op heel veel plekken terechtgekomen. En stevast hoorden we het verhaal dat mensen zeiden, ja, we zijn zo druk geworden met allemaal organisatorische processen, verantwoordingsprocessen, ondersteunende diensten die niet meer ondersteunend voelen. En we moeten weer terug naar de bedoeling. We moeten weer terug naar het uitvoeren van het primair proces, want daar gaat het om. Of niet? Zijn dit niet juist mensen die met elkaar het primaire proces aan het uitvoeren zijn? En zit het probleem er niet juist in dat we met elkaar het primaire proces aan het uitvoeren zijn en dat we niet aan het kijken wat de betekenis is en de bedoeling is en dat we daar als het ware antwoord aan geven. Want ook het primaire proces is systeemwereld, ook het primaire proces is een systematisering van een soort waardevraagstuk. Nou, daar gaat de zoektocht over van oké, het is aantrekkelijk die systeemwereld. Ouders vragen erom, klanten vragen erom, ze vinden dat ze recht op gelijke behandeling hebben. De inspectie vraagt er misschien om, de pers die vraagt erom. We vragen misschien onszelf elkaar erom. We hebben zelf misschien wel de behoefte als iemand anders iets krijgt om daar zelf ook recht op te claimen. En daar zijn we ook een beetje mee opgevoed. En tegelijkertijd voelen we elkaar ook aan, en dat is denk ik een heel belangrijk spel, een hele belangrijke beweging die nu gaande is, van hoe gaan we met elkaar die systeemwereld weer ondersteunend maken. Nou, dat is de zoektocht en daarin is natuurlijk de grote vraag van, ja, hoe doen we dat dan? En een van de lastige dingen daarin is dat we zelf ongelooflijk lang in zo'n systeem hebben gelopen. En ik noem even een voorbeeldje. Een voorbeeldje van een auditor. We hebben allemaal wel eens te maken met een auditor. En mijn vraag is dan aan mensen vaak van, wat kun je een werkwoord geven van wat een auditor doet? Kun je dat eens roepen? Controleren hoor, Steven was als eerste, nu ook weer. Hè? En dan is even de vraag, wat gaan ze dan controleren? Nou heb ik toevallig ooit een tweedaagse opleiding voor auditor gehad en het is me haarfijn uitgelegd. Ten eerste ga je controleren wat het externe normenkader is. En vervolgens ga je in de organisatie kijken of alles op papier klopt in relatie met het externe normenkader. Op het moment dat er iets ontbreekt, een directieovereenkomst of het beleid nog niet op papier zit, dan krijg je een aantekening, een hersteltijd en na zoveel tijd gaan we dan kijken of je dat mooi hebt aangepakt. Nou, dan klopt de systeemwereld weer. Vervolgens gaat de auditor dan de leefwereld in.
En dan heb je als het ware het plaatje van die professional in die twee krachten, in die dynamieken gevangen. En het verhaal dat dan de professional of de leidinggevende op dat moment hoort, is, ken je de systeemwereld? Ja, ja, want het is me 2 leven lang verteld dat ik heel netjes alles moet weten van de systeemwereld. Oké. Hou je ook van de systeemwereld? Och, ik hou van de systeemwereld. Oké. Werk je ook conform de systeemwereld? Jazeker. Oké, pak maar eens een dossiertje uit de kast. En dan moet je in het gesprek aantoonbaar gaan maken dat jij in de praktijk werkt conform de systeemwereld. En dat is het verhaal wat je verteld wordt. En gelukkig begint daar de laatste jaren ook in de auditfunctie echt wel verandering aan te komen. Maar als je even fundamenteler kijkt, zou je kunnen zeggen, die verhalen die maken dat mensen getriggerd worden om die systeemwereld relevant te vinden. En dat betekent niet dat iedereen na 1 zo'n gesprek die systeemwereld relevant zou vinden. Maar het betekent wel dat na 20 jaar mensen verleid worden om steeds een beetje meer daar aandacht voor te hebben. Maar nu draaien we die pijl om en nou zeggen, ja, maar wat was eigenlijk de bedoeling? En dan is het altijd interessant om eens gewoon voor de lol te kijken, wat is eigenlijk de betekenis van een woord? In dit geval van auditor. Welk woord zit er werkelijk in auditor? Luisteren. Dat is goed gearticuleerd, dan kan ik het ook goed horen. Ja. Het is audieren, hè? Dus het is horen. Audieren is Latijn voor horen. Fantastisch! Dus we gaan horen, we gaan luisteren. En dat is het beginsel van een auditor. Moet je onthouden voor de volgende keer dat je geaudit wordt. Hè? Als ze gaan controleren, zeg je, hey, weet je eigenlijk wat een auditor is. Maar waar ga je dan naar luisteren? Waar ga je dan naar horen? Waarom niet in eerste instantie naar de bedoeling? Waarom niet dan dat uurtje, anderhalf uurtje daar bevraagd wordt en er naar je gehoord en geluisterd wordt? Waarom niet de vraag stellen van wat is eigenlijk de bedoeling van jouw werk? Welke waarde voeg je eigenlijk toe? En waar is dat dan betekenisvol? En hoe weet je dan of dat wat jij doet aansluit bij wat daar betekenisvol is? En ja, als dat het gesprek is, en dat duurt 20 jaar, dan worden mensen door die old gesprekken juist een beetje meer die kant op getrokken. En als tweede, over die leefwereld, van wat heb jij dan nodig in dat campingveldje, hè, om je verantwoordelijkheid te kunnen nemen, om antwoord te kunnen geven aan de context, en hoe weet je dan dat het past bij wat jullie met elkaar met dat tafeltje hebben afgesproken? En ben je dan alles alleen aan het bedenken? Of ben je op een slimme manier gebruik aan het maken van wat anderen bedacht hebben, wat F&B's ontwikkeld is, wat er in protocollen gezet is? Hè? Neem je die informatie tot je, want daar zit vaak hartstikke veel wijsheid in. Behalve dat die is platgeslagen tot een stappenplan waar je nou net weer de plank mee mislaat. En op het moment dat je op zo'n manier auditgesprekken gaat regelen, dan krijg je weer een klein stukje waardoor mensen iets meer die kant op gestart. Nou, en als je gaat kijken in een organisatie, je gaat lezen op het internet, kijk op de agenda van het hoger management, kijk op, hè, dan zie je eigenlijk dat het verhaal in organisaties ongelooflijk benadrukt dat je er bent om met elkaar die systeemwereld uit te voeren. Het bekostigingsmodel gaat erover, de inspectie en het toezicht gaat erover, et cetera, et cetera, et cetera. En de kunst is dan, hoe draaien we dat om? Met als de grote vraag die steeds weer klinkt, ja, maar hoe dan? Nou, dat was als het ware boek 1, Verdraaide Organisaties. Dat hebben we 5 jaar geleden uitgebracht, per november. Dus voor ons was het tijd om op zoek te gaan naar boek 2, het vervolg. En het vervolg, dat is in principe nu af, het zal in september, oktober gaan komen. En daarin beschrijven we eigenlijk 9 wat we noemen sleutels, bij die vertaling naar het hoe. Patronen in waar kun je nou die draaiing concreet in vinden. En ik wil even kort op een paar daarvan ingaan, waarbij de eerste, ik ga op 3 daarvan in, waarbij de eerste gaat over het stuk wat ik eigenlijk net verteld heb over dat campingtafeltje. En de boodschap is dus daarvan een sleutel. Wat nou als we de letter vanaf nu vanuit de geest zouden bekijken, maar meer dan dat. Wat nou als we anderen verantwoordelijk zouden maken voor het in vervulling brengen van de geest, expliciet. We zeggen, jij bent vanaf nu niet meer de uitvoerder van de letter. Jij bent vanaf nu de vervuller van de geest. En zo gaan we met elkaar praten. En minstens zo belangrijk, wij zijn vanaf nu niet meer de uitvoerders van de letter, maar wij zijn de invervullerbrenger van de geest. Dus op het moment dat ons gevraagd wordt een format in te vullen, dan gaan we vragen, ja, maar waarom, waar moet het toe bijdragen? En daar ga ik me verantwoordelijk voor maken. En dat dat format me dan een beetje kan helpen, is hartstikke mooi, maar daar gaat het niet over. En daarin moeten we elkaar ook het gesprek over die bedoeling gunnen. Ik was laatst gevraagd ergens voor allerlei leerkrachten uit het basisonderwijs, waren er ongeveer 90.
En de dag ervoor heeft de bestuurder mij gevraagd van, ja, jij bent er in het ochtendprogramma, maar in het middagprogramma gaan we ook wat doen. En we hebben daar een programma voor ontworpen en ik wil je vragen of je even met mij wil meekijken naar hoe we dat gedaan hebben. En zij stuurde me het programma op en het was echt letterlijk per 5 tot 10 minuten uitgespreken wat er die middag zou moeten gaan gebeuren. Er zouden 9 groepjes gemaakt worden, ieder groepje zou 1 begeleider krijgen en die begeleider die moest dan zorgen dat het programma doorlopen werd. Dat is de letter. En dat is het systematiseren van een middag waarvan je op voorhand weet dat de energie anders gaat lopen. En dus ik zei tegen haar, ja, maar op het moment dat je met elkaar zo'n ochtend samen bent geweest, dan weet je toch dat die middag, ja, dat op verschillende plekken, op verschillende momenten betekenisvolle punten zijn waar je juist aandacht voor moet hebben. Waarop zij zegt, ja, maar dan moet natuurlijk die begeleider ook gewoon afwijken. Ik zeg, nou, dat is op zich mooi, maar als die afwijkt, wat heb je dan nog meegegeven aan die begeleider, waardoor die zijn verantwoordelijkheid goed kan nemen? Wat heb je dan over het tafelblad gezegd, waardoor die in de praktijk kan bepalen wat dan handig is? Helemaal niks, want zij had het programmaatje en die ging naar de begeleiders toe en daar stond van 5 tot 10 minuten wat erop. En ik zeg, ja, maar als ik dit lees, dan zit daar allerlei visie over onder. En ze zegt, ja, dat klopt, we hebben met een voorbereidingsteam hebben 3 sessies gehad om hiertoe te komen. Ik zeg, ja, maar die visie, die wijsheid, die vind ik nergens terug. Ik vind alleen de uitkomst in de letter neergezet. En ik zie ook niet staan wat jullie bedoeling met die middag is. Dat heb je ook niet gegeven. Dus het enige alvast wat je geeft, is de letter, is het format, is de norm. Waarom niet op die momenten, op datzelfde format, altijd beginnen met dit is de bedoeling. Dus als we een procesflow, een workflow maken, als we een instructie maken, een protocol maken, maakt niet uit, maar het begint altijd met de bedoeling. Wat beogen we ermee? En dat is je primaire verantwoordelijkheid. En vervolgens zetten we dan in een paar hele slimme, wat we dan sleutelprincipes noemen, zetten we neer. En dit zijn hele interessante mechanismen in zo'n middag. Dus hier moet je eigenlijk steeds een beetje op terugvallen. We hebben het dan in het boek Verdraaide Organisaties over Hans Becker, Humanitas, die 4 principes heeft. En die zegt, als je langs die 4 principes blijft kijken, dan kom je vanzelf bij dat tafelblad uit. En tot slot, en dit zou een mogelijke indeling van de middag kunnen zijn, maar waarschijnlijk gaat het net iets anders verlopen, want de middag is een hobbelveldje. Wat zou er gebeuren als we in alle voorschriften de bedoeling, wat sleutelprincipes zouden opnemen en expliciet zouden zeggen, je bent verantwoordelijk voor het in vervulling brengen van de bedoeling. Dit kan je helpen en dat laatste misschien ook. Maar belangrijker, want wij zitten hier vanuit onze rol, hoe zou het zijn op het moment dat wij onszelf vanaf nu niet meer verantwoordelijk zouden zien als uitvoerder van de letter, maar dat we onszelf zien als de dragers van de bedoeling en steeds op zoek gaan naar wat is de bedoeling en dat zien als onze verantwoordelijkheid. Tweede sleutel. Ik heb hem al een beetje verklapt in de titel van oplossing naar oplossend vermogen. Sluit ook erg aan bij het verhaal van Anke zoals ik dat heb meegekregen. Ik ga weer even terug naar mijn kinderen. Jasper en Sterre. Ik had een tijdje geleden, toen waren we net klaar met avondeten. En Jasper die vroeg aan mij, papa mag ik een toetje? En ik zei tegen Jasper, ja pak maar een bakje yoghurt. En Jasper die ging naar de kast en die pakt een bakje en hij pakt een lepel. En hij pakt de yoghurt. Hij gaat tegenover mij zitten. En toen zei Jasper tegen mij, papa, ik schenken en jij stop zeggen. Oké? En ik zei, nee Jasper. Jij schenken, dan jij ook stop zeggen. En hij deed er helemaal niet moeilijk over. Hoor. Hij schonk in, hij had al 6 jaar meegemaakt hoe wij dachten over dat tafelblad van dat campingtafeltje. Dat was helemaal geen issue meer. Maar om eventjes daar wat langer op door te gaan. Een kort experimentje. Een experimentje in 3 delen. Experimentje met 3 vragen. Eerste vraag, stel je voor. Je krijgt een brief thuis, een brief van je werkgever. En in die brief staat, oké, we gaan naar het nieuwe werk toe, heb je meegekregen. En dat betekent dat we tijd en werkplek onafhankelijk ons werk moeten kunnen doen. En daarvoor is het belangrijk dat jij dat ook kan doen. Dus we hebben besloten dat iedereen een laptop mag kopen. En het budget dat je meekrijgt is €800. Oké, experimentje in 3 delen, vraag 1. Je krijgt een brief, je mag een laptop kopen, bonnetje even inleveren. Budget dat je meekrijgt is €800. Hoe duur is dan de laptop die je koopt? €800. Dus als ik Jasper ga begrenzen, dan gaat Jasper schenken, tot hij mij hoort ademhalen en dan schiet hij waarschijnlijk nog een klein beetje uit, wij spreken. Dus de externe norm wordt als het ware de start van het denken. Je gaat helemaal niet meer nadenken waar ik die computer voor nodig. Dus die functie vraagt, de bedoeling vraagt, is weer weg. En je gaat als het ware vanuit het budget denken. Tweede vraag. Nu krijg je diezelfde brief thuis. En in die brief staat, nieuwe werken, belangrijk dat je werk goed kan doen. Hierbij gevoegd vind je de bankpas van de organisatie.
Maar één dingetje, we doen dit omdat we het echt heel belangrijk vinden dat jij op je eigen manier en goed invulling kunt geven aan je werk. En tegelijkertijd hebben we er samen ook voor te zorgen dat we op een goede manier met de middelen omgaan. Want we doen dit uiteindelijk voor de leerling, de bewoner, de cliënt. Dus wij nodigen je uit, koop de laptop die jij nodig hebt om je werk goed te doen, maar doe het ook in wijsheid. Vraag 2, hoe duur is de laptop die je koopt? €400. Dus eigenlijk standaard zijn dit een beetje de antwoorden die je krijgt. Eerst 800, dan 400. En er zijn altijd wat uitzonderingen natuurlijk. Hè? Nu is dat zo'n goed idee geweest en dan komen we er opeens achter. Hè, van die politiek gaat even niet zo lekker. Misschien kan dit een mooie breakthrough zijn in die onderhandelingen. Dus we adresseren even aan Buma en Rutte van, hey, we hebben een idee. Even kijken wie de handschoen oppakt. En Verhip, Rutte denkt, goed idee. En die vindt wat andere partijleiders en die komen met elkaar tot de conclusie, dit gaan we gewoon doen. En de formatie wordt gevormd en nog in juli krijgt iedere Nederlander een brief thuis. En in die brief, daar zit natuurlijk een bankpas van de Nederland NV. En er staat op dat moment €582 miljard op, maar er staat ook een briefje bij, hè, van we nodigen je uit om een goed leven te hebben. En we stoppen natuurlijk met de uitkeringen en met de belasting, dat leidt alleen maar tot perversiteiten. Dus we nodigen je uit een goed leven te hebben, maar we moeten hier wel met 70 miljoen mensen mee doen. Hè. En we hebben ook nog toekomstige generaties, dus we nodigen je uit, heb een goed leven. Maar doe het ook in een zuinige houding en doe het met wijsheid. Vraag 3. Hoe lang duurt het voordat Nederland failliet is? Gaat snel, hè? Ja. En dus het interessante vind ik dat op het moment dat je dus vanuit budgetten stuurt, dan creëer je eigenlijk een soort perversiteit. Want je verleidt mensen om vanuit het systeem te denken, maar wat je ook doet is dat je belangen tegen elkaar opzet. Want op het moment dat je mensen een budget meegeeft, dan geef je ook een klein signaaltje mee van ik vertrouw jou niet. Het kleine signaaltje is, het is ons belang dat jij geen gekke dingen gaat doen. Maar de andere kant ervan is dat als je dat budget meekrijgt, dat jouw belang eigenlijk wordt om zoveel mogelijk van het geheel naar jezelf toe te trekken. Hè, omdat zij niet voor jou zorgen, dan ga ik dat maar doen. En daardoor worden die belangen een beetje tegen elkaar opgesteld. En wat gebeurt er als je dat 20, 30 jaar doet met uren schrijven, tijd schrijven, budgetten, en dan gaan we het eind van het jaar met de afdelingen steeds in november, december nog weer de budgetten op zitten maken. Wat gebeurt er dan met mensen in een systeem en wat gebeurt er dan met de mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de centen en de mensen die dan als het ware de uitvoerders moeten zijn. En dat is een soort grondslag onder dat oplossing en oplossend vermogen. Zo'n budget, dat lijkt een hele snelle oplossing. Maar uiteindelijk leidt dat ertoe dat iedereen dezelfde oplossing krijgt waar mensen andere dingen nodig hebben. Het leidt ertoe dat mensen vanuit het systeem gaan denken en de bedoeling verliezen. En het leidt ertoe dat belangen weer een klein beetje meer tegen elkaar worden opgezet en mensen worden gedeactiveerd, zoals Jasper ook gedeactiveerd wordt om zijn bakje in te schenken op het moment dat ik hem ga begrenzen. De tekeningetjes van het nieuwe boek, waar er nu een aantal van voorkomen, die zijn gemaakt door Tom Verhegge, die jullie misschien net gehoord hebben met zijn zang en met zijn presentatie. Hartstikke leuk. En daartegenover dus staat die bankpas ervoor dat je ergens iets van dat controlstukje, van die illusie van dat snelhouvast loslaat. En dat je op zoek gaat naar maar wat is nou de lijm die maakt dat mensen juist worden aangezet. Dat Jasper wordt aangezet om verantwoordelijkheid te nemen voor de visie waar we al 6 jaar hij onderdeel van uitmaakt. En hoe verhoudt hij zich daartoe en wat leert mij dat over hem? Een patroon wat daar steeds onder schuil gaat is dat in dit geval Jasper eigenlijk zegt, ik sta voor een opgave, maar ik maak daar een mooi probleem van papa van. En de neiging die ik dan als papa heb, is om dat ook nog te gaan doen ook. En dan ga ik bepalen wat goed is, en Jasper die is gedeactiveerd. In organisaties gebeurt dat enorm vaak. Iemand die komt naar je toe en die vraagt je toestemming voor iets, of mag ik geld uitgeven, of dit is de situatie, wat mag ik doen? En dan hebben we ontzettend lekker veel legitimiteit als we antwoord kunnen geven. Maar daarmee ontslaan we de ander van het ontwikkelen van zijn oplossend vermogen. Dus uiteindelijk creëer je eigenlijk alleen maar minder oplossend vermogen in de organisatie. Maar wat nog veel vaker gebeurt, is dat het patroon andersom plaatsvindt. En dat iemand vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel
Dat kan een HR-manager zijn die zich heel verantwoordelijk voelt voor alle HR-processen. Of een IT-manager of een leidinggevende. Of dat kan een uitvoerend professional zijn ten opzichte van die leerling, bij wijze van spreken. En die voelt zich verantwoordelijk. Hè? Dus die denkt, die leerling die moet naar het volgende jaar. En die gaat dan vervolgens allemaal oplossingen hebben voor die leraar. En dan moet je juist werken, dan moet je dit en dat en zo. En vervolgens staat die leerling, ja, dat is zijn oplossing, hè? Het verhaal van Ankenet. En op tal van manieren doen we dit in organisaties. Zoveel mensen die goed bedoeld proberen om de oplossing voor de ander te bedenken. En de uitnodiging, ook in het verhaal van Ankenet, de uitnodiging is hoe kun je in plaats daarvan, in plaats van dat mechanisme gaan denken in wat wij zijn genoemd de drieslag van de ander, naast de ander, met de ander. Het van de ander, dat gaat erover dat je in eerste instantie vanuit het goed hart eigenlijk zegt, gun de ander zijn probleem, dan is het ook zijn oplossing. Ik gun Jasper even zijn probleem van het bakje yoghurt. Maar vervolgens ga ik naast hem staan en ga ik kijken, wie is Jasper? Wat is betekenisvol in deze situatie? En zei ik nog even tegen Jasper, Jasper, denk er wel aan dat sterren en mama straks ook nog wat yoghurt willen. En vervolgens met de ander. Als je naast de ander gaat staan, dan zie je opeens wat de mogelijkheden er rondom die ander zitten. Nogmaals, voor iedereen die er net was, het verhaal van Anke. Niet tegenover elkaar in het keukentafelgesprek, maar in het perspectief van de ander stappen. En kijken, wat heeft deze mens nodig in zijn leven? Gun de ander zijn probleem, dan zijn het ook zijn oplossing. Waarom? Omdat in het dromen, in het verlangen van de ander, daar zit de sleutel naar de duurzame oplossing toe. Twee voorbeelden, van de ander, naast de ander, met de ander. Ik was op een gegeven moment op een congres voor allemaal rectoren in het middelbaar onderwijs. En daar had een van de rectoren van de school, die had verdraaide organisatie gelezen, die had dat heel erg verspreid in de organisatie. En die waren daarmee aan de gang gegaan, heel veel energie gecreëerd. En ze vertelden daar dat het laatste dat ze gedaan hadden, was dat ze gestopt waren met het leerling-enquête. Want ze vertelden, ja, één keer per jaar hadden we die enquête, daar kwam ieder jaar een 7,3 uit. En dan kregen docenten dat in de mail, maar ja, de helft las het niet en de andere helft die las het wel, maar ja, het was niet zijn stuk, dus het raakte hem niet zo. En de bedoeling erachter was nou juist dat we feedbackmechanismen zouden krijgen van hoe doen we het? En dat vervolgens, op basis van die feedbackmechanismen, dat er een soort leervermogen, dat we dingen beter konden doen. Alleen of samen, maar het werkte niet. Dus wat we gezegd hebben, we stoppen met die systeemwereld. En we gaan terug naar die leefwereld. Dus in plaats daarvan hebben gezegd, gaan docenten dus niet meer via die anonieme enquête, maar docenten gaan twee keer in het jaar met een groep leerlingen zitten en die gaan gewoon het goede gesprek voeren. Want in het goede gesprek, daar word je geraakt en daar vindt het plaats en dan heb je je feedback gehoord en dan kun je ervan gaan leren. En ik zei tegen haar, gaaf dat jullie met elkaar deze verandering zo aan het aangaan zijn en tof dat jullie zo met elkaar experimenteren, maar dit is nou echt precies wat ik niet bedoel. En ik zei tegen haar, ja maar weet je, als je toch een professionele leerkracht bent, je bent een professionele leerkracht, dan ligt daar toch ergens de meest basale eerste opdracht, dat je als professionele leerkracht zorgt dat je je feedbackmechanismes organiseert en dat je daar lering uittrekt voor jezelf en voor samen. Anders ben je toch geen professionele leerkracht en op het moment dat we mensen daar niet zelf verantwoordelijk voor maken. Maar we gaan weer een systeempje voor ze bedenken waarin ze twee keer per jaar in een ruimte binnen moeten stappen waar ze zelf niet om gevraagd hebben. Waarbij we de aanwezigheid gaan checken of ze er ook echt zijn. Ja, maar dan ontsla je toch mensen van gewoon de bezieling van hun werk. Dan ontsla je toch mensen van de essentie van waar het over zou moeten gaan. En dat is namelijk dat je een beroeping hebt en dat je een passie hebt en dat je daar goed in wil zijn. En dat je als gevolg daarvan dus bezig moet gaan met, hey, hoe organiseer ik mijn leerprincipes, mijn feedbackmechanisme en hoe ga ik daar vervolgens mee om? En gaat er niet veel meer over dat we dus in de eerste instantie eigenlijk het idee en het probleem van de feedbackmechanismes en het daarvan leren even van de leraar maken. En dat was dan prima als je dat als leidinggevende doet. Vervolgens naast die leraar gaat staan om te zeggen, maar wat heb jij dan nodig om dat passend bij jou op een goede manier te doen? In jouw droom, in jouw verlangens, daar zit jouw duurzame oplossing. En wat moet ik dan regelen? Wat moeten we dan centraal regelen? Wat kun je dan zelf doen? Ander voorbeeld. Ik kwam bij een woningcorporatie. En na afloop kwam mijn manager naar me toe en ze zei, wij gaan op dit moment, we hebben twee vestigingen en er zijn twee afdelingen die eigenlijk hetzelfde werk doen. En omdat we met dezelfde klanten ook te maken hebben,
zijn we erachter gekomen dat het echt belangrijk is dat wij ons werk ook op elkaar gaan afstemmen. En de bestuurder heeft besloten dat we dat ook gaan doen, maar die heeft er ook bij besloten dat van die twee managers er eentje weggaat en dat één manager die twee afdelingen daarin gaat aansturen. En dat was zij geworden. En ze zei, haar baas had tegen haar gezegd, het zijn wel allebei vestigingen met echt hun eigen cultuur. En ze hebben natuurlijk ook heel lang hun eigen werkwijze gehad. En nou, dat is hun werkwijze, dus dat vinden ze de goede werkwijze. Dus dat gaat echt nog wel een issue worden om die bij elkaar te brengen. Maar hoe je dat het best kunt doen is om vanuit allebei de afdelingen de drie cultuurdragers te pakken en die zet je naar de andere vestiging. Dan gaat de cultuur vermengen en dan gaat de werkwijze vanzelf vermengen. Dus op dat moment waren zij bezig vanuit de verantwoordelijkheid, hoe krijgen we de teams bij elkaar? Oh, ik heb een idee. En vervolgens kom je met dat idee, ja, maar ja, wat wil je? En ik zei tegen haar, maar waarom denk je het niet even als hun probleem? En dat is wel pijnlijk. En daar kun je ook wel oog voor hebben en oren voor hebben. En dan kun je ze ook laten merken dat je het ook lastig voor ze vindt. Het is ook een beetje buitenom besloten. Dat kun je misschien een volgende keer beter doen, maar dat is nu het gegeven. Hoe zou het zijn om het probleem van die twee teams te maken, ze bij elkaar te brengen en zeggen, joh, wat lastig. Wat lastig. Jullie zijn allebei een eigen team, je hebt allebei een eigen vestiging, je hebt allebei een eigen cultuur misschien. Je hebt allebei een eigen werkwijze die je misschien heel goed vindt. En nu ligt daar opeens dus een opdracht dat jullie met elkaar de werkwijze op elkaar moeten gaan afstemmen. En hoe gaan jullie nou antwoord geven aan dat probleem? En wat kan ik doen om jullie daarbij te helpen? En boem is hij opeens bij hun komen te liggen. En dan gaat natuurlijk alles over de toon waarmee je dat doet. Maar ik geloof er echt essentieel in dat op het moment dat je mensen met respect en liefde voor aan echt laat horen dat het je erom gaat dat zij een oplossing vinden die bij hun past, dat ze dan behoed kunnen blijven van al die oplossingen die buiten hun over hun worden uitgestort. Maar dat vraagt wel dat we niet alleen stoppen met het storten van die oplossing, maar dat we ook die groep aan gaan zetten in hun verantwoordelijkheid. Van de ander, naast de ander, met de ander. Tot slot, een passende uitdaging. Want vaak op het moment dat ik op plekken kom, dan horen we, ja, maar niet iedereen wil die verantwoordelijkheid nemen. Of niet iedereen kan die verantwoordelijkheid nemen. Of niet iedereen heeft iets. Of niet. Maar dan denk ik altijd, ja, maar dat is volgens mij niet zo heel erg relevant. De vraag is, waar nodigt de manier hoe we met elkaar organiseren toe uit? Nodigt dat ertoe uit dat mensen steeds meer gestimuleerd worden om vanuit de bedoeling na te denken en steeds meer geprikkeld worden om vanuit de verantwoordelijkheid te denken? Of juist om dat steeds een beetje minder te doen? En als we dat dan nu misschien 30 jaar zo gedaan hebben dat we gezegd hebben, jij bent uitvoerder van de centrale oplossing. Nou, dan moeten we misschien nu 30 jaar langzamer een beetje die andere kant op gaan met elkaar. En misschien kan dat ook niet veel sneller. Ik heb laatst geprobeerd macaroni in een minuut te koken, dat lukt wel, maar het is niet te vreten. Even over die passende uitdaging, want ik moet opeens even denken aan mijn kinderen. Die zijn vorig jaar begonnen met zwemles. En de eerste woensdag van de maand is er altijd kijkles. Dus dan zitten Bouke en ik daar. Nou, Skaar, de eerste keer dat we er kwamen, dacht ik, oh, wat een, ik vond het zo'n mooi beeld. En de grap was dat op al die kinderen die kwamen van die kleedkamer binnenlopen. En Sterre, die had 9 kurkjes om. Die had dus 2 van die bandjes. Nou, die tekening allemaal gemaakt door Tom, had ik dat al gezegd? Prachtig. Die had 2 bandjes om met in totaal 9 kurkjes. Jasper, daarentegen, die had 1 bandje om met 1 bandje zie ik. met 5 kurkjes. En er waren ook kindjes en die hadden 3 kurkjes. En een kindje had 1 kurkje, was zelfs een kindje wat 0 kurkje had. En toen dacht ik, oh, dit is prachtig. Dit is eigenlijk prachtig, want waar het over gaat, is dat ergens, op het moment dat we willen dat mensen met elkaar oplossend vermogen gaan ontwikkelen, of ergens in een verandering gaan, dat we de neiging hebben op allerlei manieren om weer te zeggen, one size fits all. We gaan allemaal per 1 juli zelfsturend zijn. Dan flikken we iedereen op hetzelfde moment zonder bandjes het water in. Of we zeggen bij spreken, eens kijken het gemiddelde, ja, gemiddelde 5 en dan doen iedereen met 5 karkjes water in. Maar het punt is dat voor die kinderen die wij spreken die 0 kurkjes nodig hebben, leidt die 5 kurkjes nou weer toe dat ze niet worden gestimuleerd in het nemen van hun verantwoordelijkheid. Dat ze niet worden uitgedaagd om net die leuk spannende uitdaging aan te gaan. Maar die kinderen die eigenlijk die 9 kurkjes bij zich hebben, omdat het haar eerste zwemles was van die lieve dochter van mij, die wordt opeens met veel te weinig kurkjes het water ingeflikkerd en die durft 3 maanden niet meer naar zwemles te gaan. Maar dit is wat we de hele tijd doen
Vanuit dat waanbeeld van gelijk monnik, gelijke kapper. Dus de vraag is eigenlijk van, oké, als we van oplossing naar oplossend vermogen gaan, en even een kanttekening daarbij, dat moeten we niet doen in die productieprocessen. Dat moeten we niet doen met de manier hoe we maandelijks het salaris overmaken. Op het moment dat we dat blijven doen buiten het systeem, dat is krankzinnig. Of bij een frontdesk, als daar iedere keer dezelfde type vragen komen, dan kun je er natuurlijk prima een soort protocolletje of scriptje van maken, want dan is dat voor die 80% even een rechtstukje op dat hobbelveldje. Alleen die 20% van de andere vragen, daar zit het hobbelveldje, dus daar moet je het niet doen. In die zin zijn die systeemwaarden wat mij betreft, en het hele veld, het hele systeembeeld en de protocollen zijn heel erg adequaat nog steeds in dat soort type omgevingen, waar we nog steeds één centrale oplossing kunnen bedenken voor telkens opnieuw dezelfde gevallen. Maar pas op daarmee, in het sociaal domein, in het klaslokaal, bij de interne verandering en cultuurvraagstukken, want dat zijn nou juist voor allemaal hobbelveldjes. Dus ergens gaat het erover, oké, het gaat dus om het oplossend vermogen faciliteren. Het gaat niet om de oplossing voorschrijven, maar het oplossend vermogen faciliteren. En het gaat er daarmee om dat we dus de ruimte die we geven aan mensen en de steunstructuur die we geven, dat die met elkaar in balans is. Voor de snelle denker, dat is een beetje flow, Csikszentmihalyi, die zegt, als de uitdaging te groot is, raak je in de stress. Is de uitdaging te klein, dan word je in je verveling. Dus het gaat erom dat punt waar je net op je tenen loopt, waar het net leuk spannend is. Spannend, maar ook leuk, want anders ga je dat spannend niet aan. En dan begint het er wel mee om met elkaar te praten over die bedoeling. Te bespreken over wat is eigenlijk de verwachting die we hebben ten aanzien van de ruimte die je gekregen hebt. Wat willen we nou eigenlijk, en met dat campingtaaltje, wat willen we nou eigenlijk met elkaar bereiken? En dat is eigenlijk een schuifje. Want je kunt een bedoeling en een verwachting heel specifiek maken, dan noemen we dat smart. Dan is er heel weinig creatieruimte. Dus dan is de ruimte die iemand heeft gekregen klein. Of je kunt een hele vage verwachting met elkaar uitspreken. En dan is die groot. En wat is dan goed? Ja, dat hangt af van de context en het type proces, maar dat hangt ook af van de persoon of het team of de organisatie die op dat moment voor je hebt zitten. Maar je kunt nog meer doen. Je kunt nog meer doen om als het ware de ruimte te sturen, de professional of degene die daarin is, te faciliteren, zonder direct de hele oplossing naar je toe te trekken. Want je kunt ook met elkaar wijsheid ontwikkelen over hoe gaan we nou invulling geven aan die ruimte. Nogmaals, de sleutelprincipes van die middag met de leerkrachten. Wat zijn die paar principes waarmee je een soort houvast hebt om met die ruimte om te gaan? En dat kan één hint zijn, of dat kan een heel doorsproken visieplan zijn. Is weer, hoeveel is er nodig? Hoeveel tips heb je nodig? Hoeveel principes heb je nodig? En een derde is de kaders. Waarvan we in ons boek zeggen, kaders in de grondslag zijn ongelooflijk mooi, ongelooflijk goed. Alleen vanuit de one size fits all gedachte gaan we voor iedereen in de kaders standaardiseren. En dan werkt het weer niet. Maar het gaat er wel om, en dan zeggen we in het boek eigenlijk, het zijn twee uitersten. Een rivier stroomt niet zonder kaders. Dan als die kaders te breed zijn, te ruim zijn, dan wordt het een oeverloos stilstaand watertje. Maar aan de andere kant, een plant wordt niet groter dan de pot hem toelaat. Dus als de kaders te nauw worden, dan raak je weer in die verveling, maar dan krijg je ook niet de groei en de potentie die nodig is. En als volgende, hoe ga je met elkaar invulling geven aan die ruimte? Dus hoe ga je op een goede en deskundige manier die ruimte opvullen? Nou, misschien heb je wat ondersteuning nodig. Misschien heb je tijd nodig. Heb je protocollen nodig? Heb je instructie nodig? Toen ik begon met mijn lezingen geven, toen had ik sheets. En dat was altijd van eerste pagina stonden de 6 punten die ik ging noemen. Tweede pagina, allemaal in tekst, de 6 punten. Dat had ik nodig. Dat had ik nodig. Ik had al in dat koffertje had ik een protocolletje nodig van hoe ik mijn verhaal kon vertellen. Want ik had nog niet het houvast in mezelf. Maar gaandeweg dat ik vaker lezingen begon te geven en daarmee in mij het houvast begon te groeien, zoals ook het drijf en het zwemvermogen van Jasper en Sterre door de tijd heen steeds groter is geworden, had ik steeds minder van die steunstructuren nodig. Tot ik op een gegeven moment met de plaatjes en de filmpjes afkom. Maar toen had ik niks kunnen doen met alleen maar plaatjes en filmpjes, want dan was ik zo gestrest geworden dat ik alleen maar was gaan stotteren. Dus die systeembeeld is helemaal niet fout, hij is alleen passend of minder passend in de mate waarin we daar tot aan het detail gaan voorschrijven. En tot slot met nog 3 seconden op de klok, de monitoring. Vraag ik of iemand iedere dag bij mij komt zeggen hoe die met die ruimte is omgegaan? Vraag ik het 1 keer per jaar? Alles ertussenin. 3 sleutels van in totaal 9 waarvan wij hopen en denken dat we juist in die vertaalslag naar hoe ga je nu dat werken vanuit de bedoeling vormgeven in Nederland weer een klein beetje mooier en beter kan gebeuren. Want wij denken dat er hard nodig is. En ik zie de fotostelletjes.
Hij komt in september ongeveer uit. Gave dag. We hebben hierna nog één ronde te gaan. En tot een andere keer. Dankjewel. Wouter het Hart. Dankjewel.